natuurlijk al het aspect van de historische instrumenten. Er zijn nog orkesten die dat doen. Dat is niet zo bijzonder op zichzelf, maar wij gaan wel, als ik het woord mag gebruiken, wel heel fanatiek tot het uiterste. Omdat we dat boeiend vinden. Wij zullen nooit toelaten dat er iemand in het orkest meespeelt met een instrument dat te jong is of dat niet past bij de andere instrumenten. En het tweede aspect is dat wij een projectorkest zijn die 8 keer ongeveer per jaar samenkomen en dat de muzici soms gekozen worden voor een bepaald programma, omdat ze sommige muzici speciaal bezig zijn met een bepaalde periode. Dus het orkest wisselt nogal. Er is dus geen routine. De periodes zijn heel kort. Men komt perfect voorbereid op de eerste repetitie. De muzici zijn van tevoren geïnstrueerd als dat nodig is, via mail of brief. En de eerste repetitie is dus al bijna een concert. Dus dat gaat heel snel. En daardoor bereiken we, mag ik wel zeggen, een fantastisch niveau. Kan. Brio. We discuss everything beforehand. Yes, he is demanding about the choice of instruments, about the choice of tempo, that's true. But when we're actually working with him, he gives his musicians an enormous amount of confidence and freedom. And he lets us play. He lets us find our path. About the instruments, I mean, they do help us because they sort of dictate their rules. And gut strings, they are... I would say not very easy strings to play because they are alive and alive in such a way that humidity affects them. We have to tune quite a lot and it's a risky business because let's say we are not using much of vibrato. Das Problem oft ist, dass die alten Instrumente doch einige Mängel haben, weil sie doch auch abgespielt sind. Das ist, glaube ich, anders als bei Streichinstrumenten, die im Wert gewinnen, wenn sie älter werden. Das ist bei Blasinstrumenten meist nicht so. Und dann habe ich begonnen, mir das selber zu bauen. Das war der billigere Lösung. Je kan zich afvragen waarom al dat gedoe, waarom oude instrumenten, historische instrumenten, waarom al dat onderzoek. Men kan zich afvragen, is muziek niet genoeg muziek als het gewoon mooi gespeeld wordt? Ja en nee. Het spelen van een partituur met anachronistische middelen maakt die partituur niet kapot, want die partituur die blijft bestaan en men kan het daarna weer op een andere manier doen. Maar stilaan, door veel afstand te nemen van de partituur, gaat er in het collectieve geheugen een vals beeld geschetst worden. En gaat men bijvoorbeeld Beethoven zien als een soort voorloper van Tchaikovsky, terwijl dat helemaal niet is. Tchaikovsky is geen betere Beethoven. De moderne instrumenten zijn niet beter dan de oude instrumenten, als ze tenminste in goede staat zijn. Dus men moet niet zo lichtzinnig oordelen over oude instrumenten en denken dat de evolutie van primitief naar beter gaat. Nee, het is een verandering. In de kunst is er geen evolutie. Er is een verandering waardoor tal van karakters ontstaan en waardoor de expressie op een andere manier gediend wordt.